Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwslitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Sinds kort is de hypermoderne Z9 van rondvaartbedrijf Zilvermeel uit Drimmelen in de vaart. De Z9 is het tweede elektrische schip van het bedrijf. Sinds 2016 vaart ook de Z8, een hybride schip waar elektriciteit wordt opgewekt met een dieselgenerator. Dit schip is stil, luxe afgewerkt en vrij van de uitstoot van CO2, fijnstof en roet. De accu's kunnen 4 à 5 rondjes Biesbos aan. Bij stilstand, meestal s'nachts, gaan deze aan de lader. Hiervoor wordt groene stroom van een energiemaatschappij gebruikt. Op maandag 1 mei is gestart met het herstraten van het straatwerk ter hoogte van kruising Noorbartstraat Slotje tot en met Slotje 13 van wegenbouwwerkzaamheden van de Wilde in Ter Zowel de rijbaan, parkeervakken als de inritten zijn gedurende de werkzaamheden afgesloten. De woningen blijven te voet bereikbaar. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in deze fase medio week 21 gereed. Zorgmedewerkers met langdurige COVID die arbeidsongeschikt zijn geraakt, kunnen een vergoeding van 15.000 euro per persoon krijgen. Minister Connie Helder van Langdurige Zorg laat weten dat zorgpersoneel eenmalig dat bedrag kan ontvangen. Het gaat om mensen die in de eerste coronagolf in 2020 voor COVID-patiënten hebben gezorgd en daardoor zelf ook ziek werden. Die medewerkers kregen destijds te horen dat beschermingsmiddelen als mond-neusmaskers niet nodig waren, onder meer vanwege een tekort aan mondkapjes. Eind februari kregen alle huizenbezitters hun WOZ-brief. Gemiddeld genomen stijgde de WOZ-waarde dit jaar met 17 procent, zo meldde de Waarderingskamer al eerder. Vergelijkingssite slimster.nl zocht uit in welke Noord-Brabantse gemeente de WOZ-waarde de afgelopen drie jaar het hardst gestegen is. Drimmelen gaat er met deze twijfelachtige eer vandoor. Het lenteweer kwam pas laat op gang dit jaar, waardoor het erg rustig bleef op de wateren van onder meer de Biesbos. Het watersportseizoen begint normaal gesproken rond Pasen. Maar dit jaar viel het weer erg tegen, waardoor veel booteigenaren de afgelopen weken nog niet gingen varen. Nu bereiden steeds meer booteigenaren zich weer massaal voor op het nieuwe vaarseizoen en zal het weer druk worden op het water. Die drukte zorgt al een aantal jaar voor problemen in de Biesbos. In 2020 werden onder meer delen van de Biesbos afgezet vanwege de drukte. Op 4 mei herdacht veel Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Natuurlijk deden we dat ook in de gemeente Drimmelen, waar in elk dorp een herdenking werd georganiseerd. Onze vrijheid en vrede zijn geen vanzelfsprekendheden en het is dan ook onze verantwoordelijkheid om deze waarden in de toekomst te beschermen en te behouden. Daarom blijft herdenken belangrijk. Een compilatie van de herdenkingen in de verschillende dorpen kunt u volgende week zien in onze uitzending. Stichting Bouwhal Carnaval Drimmelen gaat de behoefte inventariseren naar bouwruimte in de gemeente Drimmelen. Deze stichting faciliteert ruimte voor bouwclubs die graag deel willen nemen aan een optocht, maar helaas geen bouwruimte hebben om een creatie te maken. Je kunt via het mailadres centralebouwruimtedrimmelen.outlook.com reageren graag voor 28 mei. Bedankt alvast voor de medewerking. We zien je reactie met interesse tegemoet. Vanaf vandaag kan iedereen zich aanmelden als burgeronderzoeker voor de vijfde editie van het Nationale Wateronderzoek Vang de Watermonsters. Het gaat om hulp bij onderzoek naar de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes, grachten en kleine plassen. Dit onderzoek bevestigde eerder dat het op veel plekken nog niet goed gaat met de kwaliteit van de kleine water in Nederland. Deze wateren zijn een heel belangrijk leefgebied van vogels, insecten, vissen en waterplanten. Burgeronderzoekers volgen eerst een korte training en kunnen dan overal aan de slag voor een watermeting. Het Burgeronderzoek is een initiatief van Natuur en Milieu en ASM Bank in samenwerking met diverse partners. U kunt zich aanmelden via wwwnatuur watermonsters. Op 1 mei is er met de aanleg van een nieuw kunstgras-trapveldje in Hoge Zwaardenwil begonnen. Dit duurzame trapveldje komt bij het hoefpad Burgemeester Godwaldstraat te liggen. Daar biedt het veldje straks het hele jaar door speelplezier voor iedereen, met name voor de jeugd in Hoge Zwaluwen. Proef met voor elkaar pas voor WMO-reizigers. Op 1 juni start de gemeente Drimmelen een proef met deze pas. 150 wmo reizigers uit onze gemeente kunnen deelnemen aan deze proef. Zij betalen voor deelname eenmalig 25 euro. Met de voor elkaar pas kunnen ze een jaar lang gratis reizen met alle bussen van Arriva in Noord-Brabant. Ook mogen zij gratis een begeleider meenemen. Het doel van de proef is om te onderzoeken of WMO-deeltaxi-reizigers meer gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De afgelopen jaren zijn er namelijk veel bussen en bushaltes aangepast. Het openbaar vervoer is daardoor voor steeds meer mensen toegankelijk. Zo vergroten zij hun zelfstandigheid en mogelijkheden om te reizen. Tijdens de proef kunnen de deelnemers dat, deelnemers dat ervaren. De proef wordt mogelijk gemaakt met subsidie van Provincie Noord-Brabant. Het aantal deelnemers aan de proef is beperkt. Daarom krijgen alleen inwoners die de afgelopen twee jaar met de WMO deeltaxi hebben gereisd, een brief hierover. De proef duurt tot en met 31 mei volgend jaar. Na afloop besluit de gemeente over het vervolg. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdagochtend om half elf en half twaalf op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel.